En ook deze start is in één keer goed. En het is eigenlijk bij dit soort momenten altijd Minnema die de kop neemt. Zo ook nu met partner nummer 3, Juri Charisma. Aan de buitenzijde Zoëla Zwageman, die kan inparkeren. En achter Zoëla Zwageman hebben we dan aan de binnenzijde, buitenom komend ook goed gestart. Partner nummer 6, Svetlana Fortuna. En daarachter is het dan Janko BD. Nou, het was een mooie start. En we hebben de eerste vier paarden achter elkaar. En daarachter het peloton. En we gaan al aanvankelijk in hoog tempo op weg naar de volgende bocht. Nu zal Juri Charisma proberen het tempo wat uit de koers te halen. En dat lukt aardig. Juri Charisma op weg naar de verre linkerbocht. Lengte voor. Op de tweede plaats hebben we dan aan de binnenzijde paard nummer 5, Zoëla Zwageman. Maar er gaat reactie in het veld komen, want aan de wijde buitenzijde probeert een deelnemer de positie te verbeteren. En we proberen ook eventjes te detecteren wie dat dan wel moet zijn. Het lijkt Ruud Pols, als we hem zo zien, met Zita Ricardo. De Mary die aardig de weg kwijt was de laatste keren, maar vandaag weer goed meedoet in het front. Verder weg hebben we dan Svetlana Fortuna. Twee rondes van huis. Janko BD krijgt mooie posse. En daarachter is het dan Zoe Terzijpen met Tom Kooijman. En aan de binnenzijde daarnaast opereert paard nummer 7, Yariba. Dan Velo Z. En achter Velo Z in het tweede spoor John de Leeuw en, met zijn paard. En dat is Vanity R. En aansluiting is er voor Windfall Meadow met Ludoper. We gaan in de Blinger Broken Prijs met Trio Jackpot op weg naar de volgende bocht. We doen dat met Juri Charisma aan kop van het veld. Lengte voor. Op de tweede plaats. Achter deze paarden is dan aan de binnenzijde Zoëla Zwageman. Aan de buitenzijde komt daar Zita Ricardo naar voren. En dat is de ideale gangmaker voor het paard dat wel weer eens een keer een overwinning verdient. Paard nummer 2, Janko BD, ligt in ieder geval mooi in vandaag. En achter Janko BD in het tweede spoor, normaal gesproken de klasbak in dit veld. Paard nummer 4, Zoe Terzijpen. De laatste keer als een van de mogelijke winnaars door het stek tegen geweldige paarden op Victoria Park. We gaan af op de laatste ronde en dat doen we met aan kop van het veld paard nummer 3, Juri Charisma. Tweede plaats. Aan de buitenzijde Zita Ricardo. Daarachter volgt dan aan de relingszijde het nummer 5 van Zoëla Zwageman. Koers op maat voor Svetlana Fortuna. En daarachter probeert van de reling af te gaan. En dat lukt nu ook aardig. Het paard van Jan Thijs de Jong. En dat is Yariba. En vanuit de start van het veld willen ze dan wel komen. Maar dat zal niet meevallen. John de Leeuw doet in ieder geval zijn uiterste best. En hij rijdt paard nummer 8, Vanetier. We hebben moeilijkheden in het achterveld voor paard nummer 4, Zoe Terzijpen. We gaan af op de laatste bocht en het is daar dat nog altijd sterk aan kop gaat Juri Charisma. Zita Ricardo aan de buitenkant. Daarachter Svetlana Fortuna en aan de binnenzijde Zoëla Zwageman. En ze komen er wel aan vanuit het achterveld. Windfall Meadow is er één van, maar het zal normaal gesproken niet meer toereikend zijn. Dit is de laatste rechte lijn en het is alweer Minnema van start tot finish. Juri Charisma die gaat het hier heel gemakkelijk winnen. Juri Charisma, het paard dat zoveel punten vergaarde voor de toptrainer. De 3, de 1, de 6 voorlopig. Dankjewel, meneer Poelstra. Juri Charisma, dames en heren, officiële winnaar, paard nummer 3. Een 6-jarige bruine ruin van Out of the Blue uit Home Run Expo, gefokt door de familie Krijnen. Bezit van de familie Siersema, trainer Bas Krebas in de sulky. Voor de tweede keer vandaag naar de winst, Dennis Minnema van start tot finish met zijn Juri Charisma. Mooie bosbloemen voor hem. Ja, Dennis, je had weer een mooie start. Ik had een hele mooie start. Ja, de twee paarden aan de binnenkant die konden niet zo hard vertrekken als deze. En Zoëla Zwageman, die kan normaal gesproken niet de lengte pakken van start af op deze. Deze kan heel hard vertrekken ook. Dus dat is gewoon een voordeel dat ik een lager nummer had als Zoëla. Als de auto gewoon ervoor had gestaan, had je ook gewoon de kop gehad natuurlijk. Denk ik wel, ja. Zo dadelijk kort, Dennis klimt op zijn sulky, dames en heren. We kunnen in de handen voor schitterende winnaars. Alweer Minnema met Juri Charisma nu. En de uitslag, dames en heren, is officieel. De koers werd gewonnen door paard nummer 3, Juri Charisma, Dennis Minnema. En dan die tijd, 1:18:06. Tweede deen Zita Ricardo, derde de 6 Svetlana Fortuna, vierde de 5 Zoëla Zwageman en vijfde de 8 Vanity Air. 3-1-6-5-8 officieel.